Oh mijn god, hij heeft gewoon op zijn Insta. Nou, ik ben op de Insta-account aangekomen die ik een week geleden heb aangemaakt. Namelijk YetiDennis-2, of tenminste YetiDennis2. Dus ik ga doen, zeg maar, dat dit mijn tweede account is. En trouwens, ik heb al 6 volgers. What the fuck? Wie is dit? Even kijken. Oh, ik heb gewoon echt 6 volgers. What the fuck? Oké. Meijeren 2-1, grap genoeg. Ja, oké. Maar oké, daar gaat niet om, boys. Het gaat erom bij deze serie. Trouwens, dit wordt een serie. Namelijk in de koffer als... Dit keer ga ik bij de eerste aflevering ga ik in de koffer als Dennis. Dus ja, als jullie dit een leuke serie vinden, doe een duimpje omhoog. Vergeet dus niet te abonneren op mijn kanaal. Maar weet je wat, we gaan gewoon een paar mensen DM'en. En we gaan gewoon een paar mensen DM'en. En hopelijk gaan veel mensen reageren. Trouwens, ik ga even laten zien. Oh, trouwens, dit is Dennis trouwens. Hallo Dennis. Trouwens, zoals jullie zien, ik heb Alex Klein en Dennis alleen gedM'd. Dus ja, we gaan even snel veel mensen DM'en. En ik zie jullie morgenochtend wel als ik wakker ben. Want het is nu 12 uur 's nachts. En ja, niemand gaat denk ik nog reageren. Oké, boys, ik ben net wakker. Het is een dag later. En zoals je ziet, we zitten zeg maar in zo'n groep. En hij heeft dus gewoon zo'n Games for Life, zeg maar, gewoon in de groep gezet. Zo van, Dennis heeft me gewoon geappt. Terwijl ik dat ben. Maar ik zeg hem zo van, what the fuck? Hij zegt tegen mij, wat? Dennis heeft me gewoon gedm'd. Ik zeg, ja, what the fuck? Hoe? Terwijl ik gewoon dat ben. Maar oké, dus echt gelooft iemand al dat de echte Dennis is. Dus ja, echt, what the fuck, bro? Hoe kan snel iemand dit geloven? A few moments later. Nou, het is een paar minuten later en we hebben gewoon weer berichten gekregen in die groep. Zoals je ziet, iemand lacht en eentje zegt fake account of zo. En hij zegt precies hetzelfde bij mij. En hij heeft deze foto gestuurd en abonneren is helemaal gratis. Dat heb ik natuurlijk gestuurd naar hem. En Salah heeft dus een video gestuurd. Ik ga kijken wat daarin is. Oké, what the fuck is dit? Oh, hey, wil je lekker opnemen en abonneren is namelijk gratis. Ik heb dat gestuurd naar hem. Oh mijn god. Oké, we gaan dus even kijken hoeveel we DM's hebben gekregen. Want het is nu 10 uur 's ochtends. En we gaan gewoon kijken hoeveel we DM's hebben gekregen. Dus we gaan terug naar die Dennis account. Oké, boys, zoals jullie zien, we zitten weer op die account van YetiDennis2. En ik doe mijn ogen. Ik heb nog mijn ogen gedacht, dus ik zie niks. Maar jullie zien allemaal wie mij heeft gedm'd. Ik ga even naar beneden, soortje. Oké, dus jullie zien allemaal wie mij heeft gedm'd dus. Maar ik zie dus nog niks. Maar oké, we gaan gewoon kijken in 3, 2... 1. Oh, yes. Ik was al bang dat niemand zou reageren, maar... En trouwens, ik wist één iemand die heeft gereageerd, want die heeft gisteren gelijk gereageerd op mij, namelijk deze. Hij zei, hoi, je bent kinderdag. En ik zei tegen hem, hey, wil je abonneren? Abonneren is gratis. Maar oké, boys. Easy Boys BS en Daan Bouwman heeft gereageerd. En Hamster Wilntjan en Ilishano. Oké, we gaan gewoon bij het begin beginnen. Oké, wat heeft hij gestuurd? Oké, hij heeft dus alleen een emoji gestuurd. Oké. En we gaan naar Daan Bowman, oftewel DB Gamer. Je zou hem daar vast van kennen. Namelijk EU. Ik zit gewoon wil samen video maken met Alex Klein. Oké, we gaan gewoon snel door naar de volgende. Heel veel mensen hebben nog niet gereageerd. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar oké, we gaan gewoon door naar Hamster Vontjan. Ik zei tegen hem, hey, wil je lekker samen knuffelen? Hij zit gemeen, ga weg. Je bent echt cringe. Oké, we gaan gewoon door naar Luciano. Deze weet ik nog niet. Dus ik weet echt niet wat hij nog heeft gezegd. Maar we gaan gewoon erop klikken. 3, 2, 1, go. Hé, hey, reageer Arbe, wil je lekker knuffelen? Hij zegt mij, wie ben jij? Vraagteken. Even serieus. What the fuck? En de rest heeft nog niet gereageerd. Maar ik ga nu dus heel veel kijkers van Dennis appen. En ik ga gewoon, kijken of een uurtje weer kijken. What the fuck, boys? Hij heeft gewoon op zijn Insta gezet. Hij zegt dus zo van blokkeren. What the fuck? Hoe dan? Hoe? Ik wist niet dat het zo mis zou gaan. Hij staat gewoon hier, pas op. YetiDennis2 ben ik niet en is mensen aan het oplichten en zo. What the fuck?
Ik ga denk ik de video stoppen, want ik wil gewoon niet dat het misgaat en zo. Dus ik stop hier gewoon de video. Dus ja, ik zie jullie bij de volgende video, boys. En ja, zoals ik al zeg, is later. What the fuck?